Wat heb je? Weer een schriftje uit. Wat goed, man. Wij zijn de familie Tekenaar. Ik ben Julius en ik heb de ziekte van Hiersprong. Als je niet kan poppen, dan ga je heel erg buikpijn krijgen. En daar word je verdrietig van. School moet wel openstaan voor dingen die er nodig zijn, zoals een kind naar het lerarentoilet te laten gaan, zodat hij daar in rust kan zitten. Na brood eten, dan gaat Julius altijd naar de juffer-wc, omdat het lang duurt voordat die poep eruit komt. En daar is het veel te druk op de kinder-wc's. En bij de juffer-wc's weten alle juffen dat die bezet is. We lachen er ook om, want er zit vaak heel veel lucht in die buik, omdat hij die windjes ook niet uit zichzelf laat. Als het er dan uitkomt, dan komt het er ook heel hard uit. Nou, niks leuker dan voor een kleuter om harde winden te laten en wij daar lekker om te lachen. Waarom een bruine boterham? Goed voor de darmen, toch? Voor de Hiersprong. Ik vind het heel fijn als die ziekte wat meer bekend wordt en mensen gewoon sneller achterkomen wat het kan zijn, waardoor ze op de juiste manier geholpen kunnen worden.